Het is vandaag 7 juni. Zo, daar kwam even iemand voorbij. Het is vandaag 7 juni. We gaan kijken hoe het is met de SDI-volkjes. Die zijn 2 weken geleden geïnsemineerd. Zo kunnen we het eerste verzegelde broed zien. En we gaan natuurlijk kijken of de koningin goed aan de leg is. Als ze niet goed aan de leg is, stop ik er ook mee. Dan doe ik geen trucjes meer om daar toch nog aan de leg te krijgen. Dat levert vaak niks op. We hebben 1 ronde gedaan waarbij we de koninginnen die niet aan de leg waren een raampje met jong broed gegeven hebben. Dat doe je om het eierleggen te stimuleren, om de eileiders te stimuleren. Als ze nu nog niet aan de leg is, dan druk ik haar af en geef ik die bij aan een ander volk. Als de koningin niet meer leeft, dan kan natuurlijk dat ze niet is aangenomen of kort na de inseminatie is overleden. Dat is toch een soort operatie die je dan doet. Dan geef ik ook die bijen nog weer aan een ander volk, tenzij ze al darrenbroedig zijn. En we gaan kijken naar wat de voersituatie is. Ik ben net een weekje op vakantie geweest, dus ik vind het een beetje spannend. Ze hebben niet zo heel veel kunnen halen met dat toch wat nog frisse weer. Vandaag is eigenlijk de eerste mooie dag hier. Het waait nog wel een beetje, maar het was vanmiddag echt lekker warm en zacht. Dat gaan we zien. Voerbakje zit erop. Oh, dat voer hebben ze volledig opgemaakt. En er is gebouwd in de voerbak. Dus dat is altijd een heel goed teken. Ik heb statief niet bij me. Dus ik heb jullie hier tussen een paar steentjes staan. Dus ik neem jullie even mee naar dit volkje. Nou, zo ziet dat er dan uit. 3 straatjes met bijen. Dit is eigenlijk oké. Hier zijn bijen wat voer aan het ophalen. In dit achterste raampje hier tussen gebeurt even niks. En hier zijn ze dan het voer aan het ophalen. Dus dit raampje, dat meest linker raampje. Dit raampje waar ze voer aan het ophalen zijn. Dat zie ik tussen in het straatje. Dat breng ik even hier naartoe en ik kijk of ze aan de leg is. Maar dat kan ik eigenlijk zo wel zeggen. Deze koningin is gewoon aan de leg. Nou. Kijk, als ik het zo doe of jullie dan mee kunnen kijken. Ja, dat gaat vrij goed. Zo, dit is dan een leeg raampje. Ja. Dat hadden we goed ingeschat. Dan is dit ook een leeg raampje. Een heel klein beetje voer op. Dan is dit een raampje waar de bijen op dit moment voer aan het ophalen zijn. Zie. Dan maken ze het gesloten voer maken ze open. En dat brengen ze dan naar het broednest toe, waar ze het hard nodig hebben. Daar breng ik dan nu dit raampje naartoe. Dat zit het iets dichterbij. Nou, hier zit ook nog voer. Hier zie ik nog geen eitjes. Hier zie ik stuifmeel. Blauw stuifmeel. Maar nog geen eitjes. Nou, hier zien we niet eens eitjes, maar zelfs al gesloten broed. Dus die koningin is vrij snel aan de leg gegaan. En naast het gesloten broed zie ik open broed en zie ik eitjes. Dus ongetwijfeld loopt de koningin hier ergens rond. Ik ga op het volgende raam kijken. Ja, ook daar zien we volop open broed en eitjes. Dus die koningin doet echt goed haar best. En daar loopt ze ook, nummer 7. Mooie tijgerprint. Zijn imkers die houden daarvan. Maakt mij echt helemaal niks uit. Wij kijken alleen maar naar de eigenschappen van de bij en niet naar de kleur. Dus we hebben hier 2 raampjes goed bezet met broed. En dan het 3e raam met een beetje voer. Daar hang ik dat andere raam met voer tegenaan, maar ook dat is niet heel veel. Dus hier zit niet meer veel voer in. Maar nog wel wat honing, dus deze kan ik in principe fondant voeren. Daar zouden ze het prima mee kunnen redden. Dus ik pak even een pakje fondant en die leg ik hier in de voerbak.
Nou, ook hier zien we eigenlijk dezelfde hoeveelheid bijen, ietsjes meer, iets ruimer in de bijen. De bijen lopen ietsjes onrustiger, vliegen ook op tegen mijn hand. Zegt dat niet alles, want deze bijen komen uit allerlei verschillende volken als kunstzwermpjes. Ook van volken die niet van mij zijn. Die toch wat voorzichtig opereren. Hier zien we open voer. Geen broed. En hier zien we alweer gesloten broed. En eitjes en larfjes, dus dat ziet er allemaal fantastisch uit. Klein beetje voer. Hetzelfde verhaal, haal ik er niet uit. Zo, kijk op het laatste raam qua voer. Oh, die is mooi zwaar. Dus hier hoeven we ons geen zorgen te maken. De bezetting met bijen is ook goed, die kunnen wat halen. Dus hier maak ik me minder zorgen qua voer. Zo. Nou, wat ik in deze actie direct doe, is even de moerrooster bij het vlieggat weghalen. Het vlieggat heeft een moerroostertje gehad, zodat de koningin niet naar buiten kon. Dat we zeker weten dat ze niet bevrucht is door andere darren dan die wij haar hebben gegeven. Dit is dat moerroostertje. En dan kan dit bakje er weer op. Hier zit nog een klein beetje suikerwater in. Het dopje. Zo. Zo. Dit mooi opmaken. Maak deze open. Zo. Twee bekeken, twee goed. Dus dat is heel hoopvolgevend. Vanmiddag had ik er ook al een paar bekeken. Gelijk de eerste die ik bekeek was niet goed. Ja, dan schrik je toch weer gewoon als imker. Nooit gezegd dat het vanzelf allemaal goed gaat. Hier hebben ze het voer bijna op. Hier hebben we 1, 2, 3, 4, 5 ramen met bijen. Dus ongetwijfeld van het volkje wat hiernaast stond, wat het niet gered heeft, zijn hier bijen ingevlogen. En je voelt het ook gelijk aan de voersituatie. Dit is gewoon een zwaar voerraam. Oh, daar zie ik de koningin lopen. Hoe meer bijen, hoe meer voer. Dat klinkt heel gek, want je zou denken meer bijen eten meer. Maar meer bijen houden, halen in verhouding. Veel meer dan wat ze verbruiken. Alleen in een koud voorjaar waarin er echt niet gevlogen kan worden, verhongeren sterke volken eerder. Maar als er maar enigszins gevlogen kan worden, verhongeren zwakke volken eerder. Hier zie ik broed volop. Dus dit is zo'n volk wat in no time gaat ontploffen. Die moet je echt in de gaten houden. Je moet al heel snel een randje op.
En ik zie hier broed, hier broed en al hier broed. Dus deze heeft gewoon nu al 3 ramen broed. Hier kan ik het niet zien. Maar het zou me zelfs niet verbazen dat dat raam ook al broed heeft. Dan hebben ze hier nog een raam wat ze kunnen bouwen. Dus ik maak me niet gelijk zorgen. Dit ziet er ook goed uit. Allemaal van de lijn 2215. Dus de lievelingslijn van Marian. Dus heb ik vloeibaar gevoerd. Klein beetje. 300-400 milliliter max. Daar leg ik nu een pak fondant op. Dat fondant dat lag er nog op, maar omdat ze echt te weinig voer hadden, dan vind ik fondant ongeschikt. Dat ze dat maar zo langzaam kunnen opnemen. Omdat ik dit fondant zonder voerhulpje geef, kan het zijn dat de bijen er tussendoor komen, tussen het plastic doorkomen. En dan komen ze in de voerbak terecht. Daar kunnen ze dan niet meer uit. Ze vinden vaak die weg terug dan niet. En dan maak ik dus die voerbak open. Dan kunnen ze gewoon via de grote route terug. Hier 1, 2, 3, 4 straatjes bijen. Dat is eigenlijk het liefst zoals ik ze zie. 3 of 4 straatjes nu. Ja, dit randje hebben we al gelijk voer en eitjes. En weer dat blauwe stuifmeel. Grijsblauw stuifmeel. Wie weet wat het is, mag het zeggen. Het lijken net bijen die er op de kop in zitten. Maar daar zie je dat blauw-grijze stuifmeel. En eitjes. En aan die kant gesloten broed. Dus ik hoef niet verder te kijken. Ja, ik wil wel verder kijken, want ik wil weten wat het voer is. Ik vind hier weinig voer. Nou, dit voelt al wat zwaarder. Oh, kijk eens aan. Een derde raam met broed. Dat ziet er gewoon al heel goed uit. En het vierde raam hoop ik dan geen broed en veel voer. Het volk mag zich rustig ontwikkelen. Het hoeft niet te exploderen. Kijk, daar loopt de koningin. Dus die zoekt toch al gauw plek. Ja, die heeft ze ook al belegd met eitjes. In het midden en er daaromheen allemaal voer. Dus dat is prima. Je zit toch zeker 400-500 gram voer op. Dat is uitsteekbaar. En ik geef ze nu de fondant. Ze hebben snel voer en langzaam voer. Dan komt het wel goed. Niks meer aan doen. Nou, zo ziet het eruit als het dan niet gelukt is. Deze koningin was vorige week nog niet aan de leg. Toen hebben we een raampje open broed gegeven. Dat raampje broed is nu gesloten. Maar op dat raampje broed zien we dan 2 mooie doppen. Nou, dat betekent dat ondertussen de koningin overleden is. En ze op deze manier proberen om een nieuwe koningin te maken. Daar hebben we dus niks aan. Dus dit volkje kunnen we oplossen. Die bijen kunnen we aan een ander volkje geven wat minder sterk is. De koningin zal er ook wel onderin liggen ergens. Eens even kijken of ik dat kan laten zien. En hier ligt inderdaad het dode koninginnetje. Proberen ze er dan uit te halen, maar ja, daar ligt een hoerroostertje in. Dat kunnen ze niet afvoeren. Hier ligt dus die dode koningin. Je ziet ook dat ze aan is gevreten. Vleugels zijn aangeknabbeld. Pootjes zijn aangeknabbeld, dat is wat die bijen dan doen. Deze is dus niet gelukt. Lukt nooit 100%, maar tot nu toe hebben we een vrij hoge score. Het is het tweede volk dat ik vind dat de koningin niet heeft aangenomen. Na de eerste serie, hadden we er 5. Toen hadden we nog een aantal koninginnen die niet aan de leg waren, daar hebben we nog jong broed in gedaan.
Daarvan heb ik er nu 2 gevonden die alsnog niks geworden zijn. De rest loopt goed.